Ten eerste, welkom iedereen op deze toch wel hele mooie dag. Het was even spannend, dus we hebben de buienradar goed in de gaten gehouden. En de weergoden zijn ons goed gezind, gelukkig. Dus ik heb wel even een briefje erbij, want dit doen we niet zoveel. Dus al rillend staan we hier, maar ik sta hier niet namens mezelf, namens het hele team. Dit beter? Dat is het, hè, wat ik zei. Johan natuurlijk, Natasja, Marielle, ik en Karin en Andrea. Dus ik sta hier niet namens mezelf dit. Oh ja, mijn fiche is ook wel leuk, want een patiënt zei dat laatst nog tegen mij. Van, die grap heb ik zelf wel vaak gemaakt. Die vertelde tegen haar vader van, nou, wie komt in het pand van de plus te zitten? Ja, mijn fysio. Ja, oké, okay, mijn fysio. Maar wie is jouw fysio dan? Ja, mijn fysio. Ja, zelf van dat leuk. Dus wij hebben in die tijd ingezet op, ten eerste hebben we gezegd van, nou, we willen wel op kwaliteit qua therapeuten. Dus we hebben zelf ook studies gedaan en afgestudeerd in onze specialisatie. Voordat we de praktijk officieel openen, kijk straks even lekker rond. Pas wel op elkaar, dus ga niet struikelen. We willen geen blessures natuurlijk. Nou ja, mocht je wat vragen hebben, stel het ons en kijk lekker rond. En wij zijn hartstikke trots en hartstikke blij en vereerd dat jullie er allemaal zijn. Ja? Geef ik het woord aan de burgemeester. Dankjewel, Jos. Yes. Dankjewel, Jos. Ik wou het papiertje ook bijna even vasthouden van jou, want misschien zitten er wel wat overeenkomsten in het verhaal wat ik wil vertellen. Maar allereerst wil ik iedereen van harte welkom ook heten, hier namens het team van Mijn Fysio. Jullie zijn heel mooi herkenbaar in het blauwe tenue. Jullie staan volgens mij midden in die samenleving, want als ik zo om mij heen kijk, dan zie ik wel heel veel bekende mensen uit heel Hardenberg en omgeving die de moeite hebben genomen om hier naartoe te komen. En dat is denk ik heel mooi, omdat we dan straks ook samen door die deuren lopen, zeg maar, om jullie echt te supporten en heel veel succes te wensen bij jullie prachtige nieuwe praktijk. Toen ik de vraag kreeg om de opening te doen, toen heb ik direct heel enthousiast ja gezegd. En nou, dat doe ik natuurlijk altijd wel, maar toch in dit geval net iets enthousiaster, omdat ik het ontzettend belangrijk vind, ook als burgemeester, maar ook als gemeentebestuur van Hardenberg, wat voor initiatief jullie hier genomen hebben. Samen met de eigenaar van het pand, werd net al genoemd, Alfring. Maar vooral dat jullie met jullie fysiotherapeut bedrijf, zeg maar, jullie gezondheidsbedrijf om het zo maar te noemen, besloten hebben om de hoofdvestiging van jullie hier in Baalden neer te zetten. Dat is ontzettend belangrijk. Een belangrijke wijk voor Hardenberg. Heel veel inwoners in deze wijk. Met heel veel inwoners in deze wijk gaat het goed. Maar met een deel daarvan, jij noemde net ook al een bepaald thema, daar zijn best ook wel zorgen over. En daar hebben wij ook wel een beetje zorg over en die delen wij ook met de wijkvereniging. Dat is ook de reden geweest dat ik heb gevochten, zeg maar, om ook wijkwethouder te worden van Baalden bij de vorming van het nieuwe college. Nou, dat is ook gelukt. En daar moeten we dat ook weer een stapje verder brengen. We zijn ook in overleg met de wijkvereniging om te zeggen van, goh, wat gaat nou goed hier? En er gaan gelukkig heel veel dingen goed. En wat voor dingen hebben nou aandacht nodig? En wat aandacht nodig heeft, zijn vooral de mensen. De mensen in de wijk. En daar zijn heel veel activiteiten worden daar wel voor georganiseerd. Maar er was ook wel een beetje een lege plek hier ontstaan. En daar maakten zich heel veel mensen in de wijk ook heel erg veel zorgen over. Er is zelfs een groep geweest die heeft nagedacht over de nieuwe invulling in die wijk. En natuurlijk wil iedereen graag die supermarkten weer terug hebben. Maar goed, dan ben je wel heel erg afhankelijk van de markt. Nou, er is wel weer wel een beetje Hardenbergs weer. Dus er is natuurlijk wel weer een pragmatische oplossing voor gevonden. Want er komt er gewoon een rijdende winkel in de wijk. Zo regelt men dat hier dan ook wel weer. Maar het is wel heel mooi dat deze lege plek zo'n fantastische invulling heeft gekregen. En we gaan dat straks met elkaar bekijken wat het nou echt is geworden. Ik wil jullie heel veel succes wensen met elkaar, met jullie team. En dat gaat ongetwijfeld lukken. Ik hoop dat jullie heel veel mensen weer gelukkig en gezond kunnen maken, Jos. En laten wij vooral kijken hoe mooi het is geworden. Want jullie kennende is het vast fantastisch geworden. Van harte gefeliciteerd alvast en heel veel succes. Ja, wij mogen ook bij. Ja, getuigen, hè? Ja, gaan we dit pakken lezen? Of is het een strik? Mooi. Nu met een strik, hè? 3, 2, 1. Go. Ja.
Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En heel veel succes. Ja, bedankt. Wat licht. Ja, ook contact. Kijk, dit is een. Die hoofd zo die maar op de kast halen. Nee. We zijn helemaal leeg. We hebben wel vrienden natuurlijk. Hoi. Wat ben je? Goed zo, heel weet je. Dag Jelmer. Wordt nog verder ontwikkeld, maar nog wel een beetje. Dus anders zou je zeggen. Ja, aan u dus. Nee, ja. Dat is goed. Kijk maar, ja. Ja, dat is mooi, dankjewel. Hé, vanavond, hè? Hartstikke mooi, hè? Super. Ja, zo doen we het. Thank you.